Ik ben Abby en ik woon in een flat. En samen met mijn buren heb ik heel veel pret. En ik ben Abby en ik ben Abby. A-B-I. Ze zijn Turk, Joods en Hindu, Marokkaans. En samen met mijn ouders ben ik Surinaams. En ik ben Abby en ik ben Abby. En ik ben A-B-I. Kijk eens aan, alsjeblieft. Bedankt. Jonge dame, kijk eens. Voor meer lekkerwoord moet je straks komen, want dan is het de officiële opening. Ja, dan is er feest met eten en drinken, dans en muziek. En nog meer lekkerwoord. Kijk eens aan. Nou, dan weet ik wel waar ik aan vinden kan straks, hè. Bedankt. Dag. Hoi. Hoi. Is hij nog steeds niet terug, Pimmy? Ik heb hem overal gezocht, maar... Hij komt vast op weer thuis, hoor, Merel. Heb je ook al met zijn belletje geroepen? Ja. Zal ik je helpen plakken? Oké. Hier. Abby. Niet te ver weg gaan, hè? Nee, papa. Kom je mee naar het feest van de Turkse slager? Krijg je lekkere worstjes, Turkse pizza. Hier, vorst van de Turkse slager. Dankjewel. Er zijn wel veel poezen kwijt, zeg. Ja. Stel je voor, misschien is het een poezendief. Of een poezenheks. Of misschien is het de slager. Maak die poezenhorst van alle poezen uit de flat. Dat is maar een grapje, hoor. Ja, maar stel je voor dat je echt gelijk hebt. Kijk dan. Stel je voor dat hij Pimmy echt heeft. We moeten Pimmy redden voor het te laat is. Kom. Ben je er klaar voor? Ja, kom. We moeten snel gaan. We moeten daarachter kijken. Oké. Okay. Mimi. Hallo meisjes. Willen jullie iets te eten? Lust ik niet. Hoef ik ook niet. Oké. Okay. Ayrılık böyle uzun sürmesi. Pimmy. Misschien is hij toch niet zo.
poezen? Ik heb helemaal geen poezen. Ik ben allergisch voor poezen. Ja, maar u lokt ze met de kattenluik. En maakt u er poezoers van. Ik snap het, ja. Dat is van de vorige eigenaar. Die had een kat. Ik heb geen kat. Mehmet, jij koos. Aastak je de watje kartonnen. Er zit een kat in de boom. Mimi? Jij begon ermee. Mimi!